Welkom in het Kinderhersenlab. Hier meten we hersenfunctie en hersenontwikkeling bij kinderen met aandoeningen van de hersenen. Het zijn allemaal kinderen die problemen ervaren in het dagelijks leven met deelnemen aan deze samenleving. Iets wat niet goed gaat in het functioneren, dat moeten we beter in kaart brengen. Dan snappen we beter wat er aan de hand is en dan kunnen we ook dat wat dan uit het lab komt ook meteen goed testen bij deze patiënten. We hebben in het Kinderhersenlab drie ruimtes ingericht. En die drie ruimtes die focussen alle drie op een bepaald domein van functioneren. We hebben de cognitieruimte en in de cognitieruimte kijken we naar hoe een kind informatie verwerkt. En op welk niveau een kind de informatie kan verwerken. We kijken daarbij ook naar de ontwikkeling van taal en communicatie. En een derde onderzoek wat daar plaatsvindt is hoe is de interactie tussen de ouder en het kind. Dan hebben we een tweede ruimte, dat is de sensoriekruimte. Daar kijken we veel meer naar het functioneren van de hersenen. We kijken bijvoorbeeld naar EEG. Dat is een manier om de elektrische pulsjes die in de hersenen ontstaan, als er sprake is van informatieverwerking, proberen we goed in kaart te brengen en te meten, terwijl het kind bepaalde taakjes aan het doen is. We kijken bijvoorbeeld ook naar het functioneren van het oog en van het gehoor. En dan hebben we een derde ruimte en dat is de motoriekruimte. En daar kijken we echt naar hoe loopt het kind, hoe krachtig is het kind in het grijpen van dingen. Dus daar gaat het echt om bewegen. We doen al deze metingen in eerste instantie om te gebruiken voor de kinderen zelf. Om te bepalen wat de beste zorg is voor dat kind. Maar we gebruiken die gegevens ook om onderzoek te doen. En om ziektes en het brein en de zintuigen beter te begrijpen. En om te kijken of we voor het kind specifiek, voor een bepaalde patiëntengroep, maar ook over verschillende patiëntengroepen heen ontwikkelingstrajecten te definiëren, zodat we die kunnen implementeren in de zorg. Dus we kijken over aandoeningen heen, we proberen de kinderen te volgen over de tijd en niet maar op één moment. Dus we kunnen echt zien hoe kinderen zich ontwikkelen. Dit lab is echt uniek, omdat we heel geavanceerde hersenfunctieonderzoek hier bij elkaar brengen. En wat het nog het meest uniek maakt, is dat we al die metingen geprobeerd hebben zo leuk mogelijk te maken voor kinderen. Dus met een filmpje of met een spelletje. Er is ook een avatar, die kunnen ze kiezen, die kan met ze mee door het hele lab. Die ondergaat ook hetzelfde onderzoek. Er is bijvoorbeeld ook een wereld die ze kunnen kiezen en daar kunnen ze naartoe lopen vanuit met de loopmat. Dus wij hopen dat de kinderen het heel leuk gaan vinden om hier dit circuit te doorlopen. Het gevoel wat het bij mij oproept om hier nu te staan is echt enorm trots. Ik heb enorm zin om ook hier te starten. Ik vind het team wat hier aan gewerkt heeft geweldig. Natuurlijk ontzettend weer dankbaar voor alle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt.